Tom Haaien, ja, je staat met een glimlach van oor tot oor. Je had net even de telefoon in de hand om de doelpunt terug te kijken met het commentaar. De man staat links van je, alles komt lekker samen. Wat een gevoel. Ja, ik kan af en toe mijn lach ook niet inhouden, want er is vanavond zoveel gebeurd. En dat het zo onze kant opvalt uiteindelijk, bizar. En die vrije trappen, je hebt natuurlijk vorig jaar met Sidney van Hooijdonk heel veel opgeoefend. Kan hij nu bij jou in de leer? Ja, ik... vorig jaar samen inderdaad veel op getraind en ik wist dat ik het kan, maar ik heb altijd gezegd dat hij ze ook heel goed trapte, dus ik liet het graag aan hem over, maar dit seizoen geef ik die ballen niet meer af. We eindigen dadelijk weer in de euforie, even tactisch. Vandaag speelde je een ander systeem, hoe vond je dat het ging? Eerste helft was wel moeizaam. Ik denk dat dit idee best wel... best wel logisch was. Utrecht gewoon echt een sterke ploeg. Dus wat meer controle creëren, verdedigend. En ik denk bij Vlagen dat het best goed ging. Dode spelmomenten na eigenlijk. Alleen het nadeel was dat we er gewoon niet echt uit konden komen naar voren toe. En dat breekt je uiteindelijk denk ik wel op. Omdat je Utrecht af en toe ook wat terug moet kunnen duwen. Anders... kom je er niet af. En dat is dan de kleine omzetting in de tweede helft. Dat we iets meer terug gaan naar normaal. En ik denk dat dat best wel goed uitpakte uiteindelijk. Dat we hoog op het veld kwamen, wat meer door konden stappen. En ook Utrecht wat meer konden prikken daarin. Dus knap hoe we dat als team opgepakt hebben. Ja, want je hebt het vandaag echt als team opgepakt. Het was echt een wereld van verschil ook om naar te kijken ten opzichte van vorige week. Heel lastig om daar de vinger op te leggen. Maar wat zou het kunnen zijn? Ik moet wel zeggen, ook als ik naar mezelf kijk in de eerste helft, was ik wel echt niet tevreden. Een paar keer slordig aan de bal. En, ik zat daar in de rust en ik dacht deels aan mezelf dat ik daarin toch scherper moet zijn. En deels dat toch soms moeilijk was om de opties naar voren te vinden, omdat we best wel laag stonden. En wat ik zeg, die omzetting, dat deed best een hoop. Dat is wel iets dat los van de dode spelmomenten vind ik, want daar... scoren ze twee keer uit en hebben ze nog meer kansen uit gehad. Dus dat is wel echt een kritiek puntje. Alleen hoe we de tweede helft dat oppakken. En ook de jongens die ingevallen zijn in de verdediging en in de aanval. Bracht vandaag wel echt iets extra's. Dus al met al echt een mooie avond voor ons. Hey, je bent een middenvelder die eigenlijk altijd bekend stond om het voetballende vermogen. Maar niet per se om doelpunten te maken of assists geven. De laatste tijd loopt dat lekker. Heb je iets veranderd in je spel of gaat het gewoon vanzelf zo? Iets veranderd. Één ding wat er wel echt bij gekomen is, wat bijdraagt aan die goals, zijn natuurlijk gewoon de dode spelmomenten. Die ik op het moment echt heerlijk weet te raken. Maar die tweede goal? Ja, klopt. Maar dat is wel belangrijk als ploeg zijnde. Ik ben iets meer aan het pendelen dan voorheen. En ik moet zeggen... Ik ben nog wel af en toe zoekende, want ik vind het ook wel lekker om het spel voor me te hebben. En soms vind ik wel dat ik iets te afhankelijk ben als ik hoog op het veld sta op ballen die ik krijg. Alleen, die goal valt wel uit het moment, denk ik, dat we de bal voorin vasthouden en dat we echt kunnen aansluiten. Waardoor ik wel naar de bal toe kan bewegen in plaats van dat ik sta te wachten op de bal. En dat is wel het moment dat ik in mijn kracht kan komen. En dat ik zo doorkom en een binnen kan schieten, dat was ook heel erg lekker. Ja, laten we ook niet de assisten vergeten op de man die inmiddels naast jou staat en die ook wat interviews gaat geven, Fieri Kotzebue. Ja. Buitenkantje rechts, kon hij niet gewoon met links of binnenkant voet? Ik ben sowieso een... ik vind het prettiger om een bal met mijn buitenkant te geven dan met mijn linker. Dus dat is sowieso iets wat eigenlijk wat natuurlijker gaat. En, ik zei ook tegen Fieri toen hij erin kwam van als er één bal voor een middenvelder valt, voor de voeten, gewoon gaan in de ruimte. Je weet hoe snel die is. En hij viel voor mijn voeten en hij draaide zich meteen om. Volgens mij keek hij niet eens. Dus ik wist wat ik moest doen en hij ook. En dat hij hem zo binnenschuift, dat is lekker. Want op een verlenging zat echt helemaal niemand. Ik ook niet. God, nee. Dus echt heerlijk dat hij nog zo valt, net voor het einde. Ja, dit wordt denk ik een dag of twee genieten. Mag dat? Ja, ik denk het wel. Kijk, dit is ook iets wat je vaak zegt. Kijk, als je een minder wedstrijd speelt, dan wil je dat snel omzetten. En het is wel belangrijk dat je vrijdag weer goed voor de dag komt. Alleen vanuit de euforie denk ik dat je deze prestatie wel kan meenemen. En
ja, gewoon vanuit dat goede gevoel nog één wedstrijd neerzetten. Goede wedstrijd neerzetten richting de winterstop. En dan ja, de komende weken kijken eigenlijk wat er allemaal gaat gebeuren. Of iets gaat gebeuren. En ja, dan moeten we er na de winter weer staan. Geniet ervan. Dankjewel.